Natasja, welkom en dankjewel dat je je tijd even wilt spenderen aan, aan onze videoboodschappen van vandaag op Wereldreumadag. Jij bent reumapatiënt sinds enkele jaren en je hebt ook het plezier gehad, of ik het zo mag noemen, dat weet ik niet, maar om geconfronteerd te worden met COVID-19. Ja. Kan je een beetje vertellen over jezelf? Ja, dus ik heb inderdaad, zoals je net aangaf, enkele jaren geleden die diagnose gekregen van spondyloarthritis, wat een auto-immuunziekte is binnen de reumatische aandoeningen. Ik heb vermoedelijk COVID-19 gehad aan het begin van de lockdown, dus toen er nog geen testen waren. Daarom dat het vermoedelijk is, je weet het nooit 100% zeker, maar de symptomen waren wel vrij duidelijk. Ik heb daarvoor 5 weken in quarantaine gelegen. Niet in het ziekenhuis. Ik ben gelukkig thuis kunnen blijven, maar ik heb wel 5 weken echt plat gelegen. En dus wel afgezonderd van de rest van het gezin. Dus mijn man bracht mij wel mijn eten enzovoort. Maar ja, de kinderen mochten niet binnen hier in deze ruimte. Alles werd ook constant ontsmet hier in huis. Dus ik heb het wel gevoeld, ja, ik heb ervan geweten, maar gelukkig nog niet zo ernstig dat ik het ziekenhuis in moest. Dat moet een hele organisatie geweest zijn. Dat klopt. Dat was een hele herorganisatie, want meestal doe ik de boodschap bijvoorbeeld, ja, dat alles viel plots in handen van mijn man. Die ineens alles moest dragen. En 2 kinderen, 2 tienerjongens die graag vriendjes hadden gezien, maar die ook opgesloten zaten natuurlijk in die lockdown. Ja. Dus dat was niet de meest evidente periode, maar we hebben ons er goed doorgeslaan. Ja, je spreekt van 5 weken quarantaine. Wat waren de symptomen? Hoe ziek ben je geweest? De eerste 2 weken was ik echt ziek. Dan was het echt heel hard hoesten met momenten. Merkte ik dat ik wat moeite had met zuurstof nemen vooral. Mm-hmm. Dus ik kon wel ademen, maar het was alsof er geen zuurstof binnenkwam. Heel veel hoesten, koorts maken. Vanaf de 3e week waren die symptomen wel beter, maar was ik vooral moe, uitgeput. Ik bleef nog wel wat koorts maken, of toch een verhoogde temperatuur. En heel plat. Echt plat liggen en geen energie. Volledig uitgeput. En heb je ondertussen ook contact gehad met je reumatoloog? Ik heb nog geen contact gehad met mijn reumatoloog. Nee, ik had een afspraak staan eind maart. Die is uiteraard niet kunnen doorgaan. En ik heb nu ondertussen wel een nieuwe afspraak staan. Maar die moet nog komen. Dus ik veronderstel dat je reuma eigenlijk wel onder controle gebleven is dan? Dat denk ik wel, ja. En je hebt de medicatie niet moeten aanpassen of zo? Ik ben wel met met de ontstekingsremmers gestopt om immuunverlagend werken. Oh, ja. Ik heb Remarts, dat is immuunverzwakkend. Daar ben ik voordat ik ziek werd al mee gestopt om het risico te verminderen. Ja, ja. Oké. Okay. En vandaag, is alles achter de rug of voel je toch nog de nevenwerkingen? Ik weet niet in hoeverre dat ik dat wel of niet daaraan moet koppelen. Maar ik merk wel dat ik sindsdien ontzettend snel ziek word. Dus ik ben heel vaak ziek. Voor het minste eigenlijk voel ik me niet goed. En dan, ja, dan merk ik wel dat er zo toch nog wel wat nazindert. Ik denk dat dat vooral heeft te maken met de immuniteit die toch een serieuze deuk heeft gehad. Ja. Ja. Benieuwd wat de reumatoloog gaat zeggen dan, hè? Ja, ik ook. Dus even afwachten. Oké. Okay. Ja, volgens de cijfers en de onderzoeken die nu de laatste tijd gedaan zijn, blijkt het toch niet dat mensen met reumatische aandoeningen extra vatbaar zouden zijn voor COVID-19. Dus dat is een hele geruststelling. Ik zie ook dat jij er toch goed doorgekomen bent. Dus ik hoop dat dat een positieve boodschap kan zijn voor de mens. Absoluut. Daarentegen blijft dat handen wassen en afstand houden natuurlijk wel belangrijk, denk ik. Hè? Uiteraard. Hè. Ik ben pianolerares, dus ik ontvang mijn leerlingen hier aan huis. Dus ik ben mijn piano echt dagelijks tot 5-6 keer aan het ontsmetten.
Elke keer als ik iets wil voorspelen, is het ontsmetten en dan terug opnieuw ontsmetten wanneer de leerling terug aan beurt is. Dus dat is inderdaad, dat zijn de extraatjes op dit moment, hè, in deze periode, maar die nemen we er graag bij. Dat is toch werken. Ja. Je hebt ervaring, je weet waarvoor we het doen dan. Hè. Voilà, dus dat. Ja. Katja, heel erg bedankt voor je tijd en alvast het beste en veel succes bij de reumatoloog binnenkort. Dankjewel, dankjewel. Beste ook voor u. Dank je. Dag. Dag.